Apen. Het zijn net mensen. Net als kinderen spelen ze bijvoorbeeld tikkertje. VU-onderzoeker Edwin van Leeuwen deed onderzoek naar het speelgedrag van mensapen en Science Flash bracht met hem een bezoekje aan de apenhul. Mensapen staan het dichtst bij ons van alle diersoorten in de wereld. En daardoor is ook het idee dat ze psychologisch redelijk dicht bij ons staan. En daarom is het niet zo far-fetched om ook te kijken naar sociale gedragingen van mensapen en mensen en de overeenkomsten daarin en de verschillen daarin. We hebben het tikkertje spelgedrag onderzocht bij gorilla's. Gekeken als ze achtervolgertjes spelen wat ze precies doen, of ze elkaar tikken en zo ja, hoe intens. En wat dan de reacties zijn van de ander die getikt wordt en degene die zelf ook tikt. Dus eigenlijk het tikkertjespel. Het is onderzocht door heel veel uren in dierentuinen door te brengen, heel veel te filmen. Heel vaak dat achtervolgertje gedrag te filmen en dan in detail te gaan kijken daarna op videomateriaal van wat gebeurt er nu precies. Het interessante daaraan aan tikgedrag is dat ze elkaar beter leren kennen. Dat ze sociaal aftasten hoe anderen reageren op een speelse tik in een veilige context. En ze creëren daarmee een soort van ongelijkheid, een voordeel en nadeel. Als ik jou heel hard sla, heb ik een soort van fysiek voordeel, jij een fysiek nadeel. En wat gebeurt er dan? Dus hoe reageer jij? Reageer je agressief? Hoe reageer ik überhaupt? Ben ik gevoelig voor dat voordeel? Ben jij gevoelig voor dat nadeel? Dat hebben we gevonden bij gorilla's. Dus ze hebben een soort van gevoel voor voordeel en nadeel, voor ongelijkheid. En het idee daarbij is dat ze daarvan leren voor een meer serieuze context. Als er echt een ruzie uitbreekt, dat ze weten hoe ze moeten reageren op elkaar. Maar als ze dat geleerd hebben tijdens speelgedrag. Het omgaan met ongelijkheid en het besef van ongelijkheid is iets ook relatief nieuws. Iets wat we vooral bij mensen plaatsen. Een soort van rechtvaardigheid of eerlijkheid. En dat is heel interessant om terug te zien ook bij mensapen. Als een soort van beginselen van moreel omgang met elkaar. Het tikkertjespel staat niet op zichzelf. Het onderzoeken van een tikkertje is iets wat we eigenlijk doen in een grotere context van vergelijken van mensgedrag met mens-aapgedrag. En dat is een soort van mooie integratie tussen sociale psychologie, waarin we focussen op mensgedrag, en primatologie, wat meer is het observeren van apen en kijken wat ze precies doen, hoe ze leven en of er eventueel overeenkomsten zijn, verschillen zijn tussen menselijk sociaal gedrag en mens-apelijk sociaal gedrag.